Vandaag in Beter. Ik maak me zorgen over de uitspraken die openbaar worden gedaan door politici, maar ook door andere mensen. Wat gaat over iemand anders zijn cultuur of geloof? Meer of minder Marokkanen? Als politici het al normaal vinden om mensen zo te beledigen, dan krijg je een wereld wat gevaarlijk wordt, waar iedereen kan roepen wat hij wil en waar mensen zich vaak niet veilig en gekwetst voelen. Hallo, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Zaid, jij roept op tot meer beschaving. Ja, klopt. Ik vind dat dat vaak een mening en een opmerking van iemand en een belediging van iemand heel slecht uit elkaar wordt gehaald. En wat mag je dan wel zeggen, wat mag je niet zeggen? Waar ligt die grens? Nou, er is een verschil tussen te zeggen, ik vind een hoofddoek lelijk staan. Weet je, ik zie iemand liever gewoon zijn haren. Of ik vind die theedoek op zijn kop niet mooi. Op de kop niet mooi. Okay. Daar zit een verschil in. Het eerste mag wel? Het eerste, dat vind ik een normale mening. Zeg ik, weet je wel, prima. Weet je wel, ik vind blauwe schoen ook niet mooi. Dat is net zoiets. Maar als jij zegt, ik vind die theedoek op je kop niet zo mooi. Ik zelf vind ook dat Antillianen, dus van Curaçao en zo, die komen ook vaak slecht in het nieuws. En ook vaak stereotypes van, ja, Antillianen zijn lui en ze doen niks en ze werken niet graag. Maar ik kan daar gewoon om lachen, want ik werk keihard. En dan denk ik, ja, doei. Dat is maar wat jij denkt. Mogen mensen het wel zeggen? Alle Antillianen zijn lui? Ja, van mijn part mogen ze het zeggen, maar het is niet waar. Ja, of mogen ze het van jou zeggen? Alle Antillianen zijn lui. Ja, het ligt aan welke manier. Als je toch, of als een grap zegt, zou ik denken van oké, weet je wel. Het ligt eraan per persoon wat ze ervan vinden. Ja, ik weet het niet. Ik heb nog wat leuke shirts laten drukken. Voor iedereen, die gaan we zo aantrekken. Allah vindt alle Nederlandse vrouwen hoeren. En daar heeft hij volkomen gelijk. Nee. Oh, nee. Serieus? Oh, wat erg. Dat kan je niet maken. Nee, dat kan je niet hebben. Nou, ik schrok er wel even van. En moest hem eigenlijk aandoen. Nou, ik dacht, dat doe ik me niet. Want ik kon nog wel heel thuis komen. En levend. 1312, 1312. Een code manier om te beledigen. Die is voor jou. Ik keek ernaar naar dit shirt en ik was echt zo van, het ziet er leuk uit. Waarschijnlijk zou je dit in H&M kunnen vinden. En als dat zou kunnen, dan zou ik het gewoon kopen. Want het is best wel een leuk shirt eigenlijk. Wat heb ik hier? Oh ja, Sylvana Banana. Hey. Okay. Ja, trek jij die aan? Willen we meer of minder Marokkanen? Ja. Ik denk, of ik nou voor of tegenstanders ermee aanspreek, ik denk dat ik op een manier vast wel iemand beledig of aanzet. Nee. Ik heb er zelf ook een. God is dood. Leuk, die trek ik aan. Geen moeite mee. Durf ik wel mee over straat. Maar weten jullie van wie deze uitspraak is? Nee. Van Nietzsche, groot filosoof Nietzsche. Dat is goed. Nee. En sommigen zeggen, God is dood en ik voel me ook niet zo lekker. Je kunt toch met trots dragen, hè? Nee. Ja, over die grens gaat het eigenlijk, hè? Wat mag er wel en wat mag er niet? Hebben jullie enig idee van hoe dat werkt? Of hoe zouden jullie dat willen onderzoeken? Ik zou best wel willen weten, wanneer is het nou beledigend en wanneer is het nou een mening? Oké, nou dat kan. Ik ken iemand, niet zomaar iemand, een rechter. En jullie kunnen met hem gaan praten over wat er wel en wat er niet mag. In de zaak Sylvana Simons moesten 22 van de duizenden mensen die de politica Sylvana Simons online hadden beledigd voor de rechter verschijnen. De beledigingen verschilden van Sylvana Banana tot vuile aap. En sommige mensen stuurden haar zelfs doodsbedreigingen. In de Nederlandse grondwet staat dat elke Nederlander recht heeft op vrijheid van meningsuiting, behalve wanneer hij of zij zich schuldig maakt aan racisme, haatzaaien of beledigen. Kees Klomp, de rechter in deze zaak, vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland beseft dat je ook met online beledigingen strafbaar kunt zijn.